Mijn naam is Mariette Mulman. Ik ben projectleider voor het project hier. We staan hier in de bouwput. Er wordt hier hard gewerkt. Er wordt hier gebouwd aan een nieuwe gemeentelijke multifunctionele sportaccommodatie. En die komt ter vervanging van het clubhuis en de sporthal van de Kievieten. En ook de vervanging van de Schulpwei waar nu nog alle binnensporters zitten. Ik ben Harry Hendricks, sinds 3 dagen wethouder hier in Wassenaar. Dorp waar ik verschrikkelijk graag woon. De sporthal is niet alleen voor kinderen. Hij is er voor alle Wassenaars. Van heel jong tot heel oud. En dat is heel mooi. Naar verwachting wordt de hal tweede helft 2023 opgeleverd. En dan zal die beschikbaar zijn voor alle huidige Wassenaarse sporters. Maar ook voor alle toekomstige Wassenaarse sporters. Die daar dan nog jarenlang met veel plezier zullen kunnen sporten. Zojuist is de eerste paal geslagen voor de nieuwe sporthal. En dat was heel mooi. Want het is ook een bijzondere week geweest met de overgang van een nieuw college. Waarbij Hubert Schokker als voormalig wethouder uiteindelijk die eerste paal samen met de kinderen mocht slaan. En de nieuwe wethouder, Harry Hendricks, als het ware ook het stokje overnam. Dat is altijd een overgang naar de verkiezingen, een nieuw college. En dan is het mooi om op deze vrijdag te zien dat dat stokje ook daadwerkelijk wordt overgenomen voor een heel mooi doel. Want daar ging het uiteindelijk om. Het bouwen van een nieuwe sporthal op het terrein van de Kievieten. Een project waar hard door heel veel mensen jarenlang aan is gewerkt. Dit is een prachtig feestelijk moment met het slaan van de eerste paal voor de gemeentelijke sporthal. Dat de bouw maar heel goed mag verlopen en dat iedereen heel snel kan gaan sporten in deze prachtige hal.